Het kasteel van Schoten maar zo lang nog voor alle Schotenaren. Dat is toch een beetje de handvraag. Beste collega's, op 6 augustus laatstleden werd op de vergadering van het managementteam een toelichting gegeven door Schepen van Gastel in verband met het toekomstige patrimoniumbeheer van de gemeente. Hierbij werd ook een tip van de sluier opgelegd in verband met de toekomstige plannen van dit college met betrekking tot het kasteel van Schoten en de rol die onder andere ook het gebouw Gelmelehof hierin kan spelen. Ik citeer bij deze uit het verslag van deze vergadering een aantal punten. Eerste, omdat de gemeente voor gigantische investeringen staat in het ABK, Academie voor Beeldende Kunsten, ongeveer 2,5 miljoen euro, het Gelmelehof en het kasteel wordt gedacht aan één grote culturele campus. Dit betekent het verwerven van de forum via erfpacht of opstalrecht. Gesprekken met de kerkelijke overheid zijn reeds gestart. En overleg met het ABK. Gesprekken met de stedelijke overheid zijn reeds gestart. Om de samenwerking met de afdeling Merksem te optimaliseren. Optimaliseren blijkt, het afgeslankte ABK, dat is optimalisatie, zal dan geherlokaliseerd worden in de zalen boven de forum. U kunt zich voorstellen dat bij het lezen van deze plannen zich bij ons toch enige ongerustheid manifesteert. Er is sprake van gigantische investeringen in de Academie voor Beeldende Kunst, maar op het einde van de vorige legislatuur werd in dezelfde patrimoniumgroep, waar ik zelf ook deel van uitmaakte via Imago, nog gesteld dat het gebouw zelf structureel gezond was. Uiteraard dienden er nog werken uitgevoerd te worden aan nutsleidingen, schijnwerkerijen enzovoort. Er moeten uiteraard nog werken uitgevoerd. Het zou natuurlijk wel erg handig zijn indien men nu die gebouwen van het ABK, de voormalige gemeentelijke meisjesschool, wat ook een redelijke erfgoedwaarde heeft, gebouwd in een stijl eigen aan zijn tijd, waarin dat nu het ABK gehuisvest is, dat men dat zou kunnen afbreken en de vrijgekomen grond te gelden maken voor een groot vastgoedproject gekoppeld aan de binnenterreinen achter de Lodewijkwijdestraat. En dus moet er een afgeslankt ABK gehuisvest worden in de lokale boven de forum. Nu, beste raadsleden, ik geef jullie het advies om eens te gaan kijken en zelf eens vast te stellen over welk lokaal het hier gaat, zodat je enigszins een idee krijgt hoezeer men dit ABK mogelijk wel zou moeten afslanken. Ik ben super benieuwd hoe men ateliers en dergelijke in dit gebouw zou kunnen inrichten en welke beperkte investering zou nodig zijn om dit mogelijk te maken. Heel wat jaren geleden stond de toen nog Schotense Academie er slecht voor, zeer slecht voor. En we voldeden niet meer aan de normen in verband met de leerlingenaantallen. Om zelfs als inrichtende macht dit onderwijs nog langer aan te bieden. Er werd dus overgegaan tot een samenwerking met de stad Antwerpen. Langzaam maar zeker kroop dit Schotense filiaal uit het dal, mede dankzij de investeringen door ons bestuur, waarbij momenteel voor dit schooljaar 412 leerlingen ingeschreven zijn, waarvan maar liefst 371 Schotenaren. Wat verstaat men dan juist onder optimalisatie? Gaan wij voor een groot deel van deze leerlingen, gaan we die naar een andere gemeente sturen voor het volgen van een degelijke plastische opleiding? Of vindt het college deze vorm van opleiding misschien niet meer belangrijk? Wat is de stand van zaken in verband met de gesprekken van die stedelijke overheid en meer nog? Wie voert deze gesprekken? Ook het cultuurcentrum zou met een deel van haar werking, en dan vooral deze die plaatsvindt in het kasteel, moeten verhuizen naar het Gelmelehof. Een gebouw dat we ook in de vorige legislatuur, om het maar even cru te stellen, liever kwijt dan rijk waren, gezien de schattingen over de eventuele renovatiekosten die gigantisch bleken te zijn. Meerdere miljoenen. Want iedereen weet dat er naast veiligheidsthema's ook heel wat structurele problemen bestaan in dit gebouw. Een gebouw dat als dorpsgezicht is opgenomen. Wat we vandaag de dag wel zeker weten, is dat dit gemeentebestuur in het recente verleden voor vele honderdduizenden euro's geïnvesteerd heeft in ons kasteel van Schoten.
En die doopt dit jaar. En de volgende jaren blijft doen, gezien de verschillende posten op het budget. Wat uiteraard een heel goede zaak is en we alleen maar toejuichen. Blijven we dan al deze investeringen dan maar doen om een toekomstige concessionaris te plezieren? Want wees maar zeker dat indien men dit gebouw in concessie zou geven, men deze investeringen nooit zal recupereren via de concessievergoeding. Wat we ook weten, wij althans, is dat er in 2010 544, in 2011 een goede 600 en in 2012 567 reserveringen geregistreerd werden. Ik kan er één of twee naast zijn, want het was moeilijk te tellen. Bovendien gaat het hier alleen om reserveringen door externen. Dat wil zeggen dat daar bovenop nog het gebruik komt door de gemeentelijke diensten zoals de cultuur en andere diensten en ook het cultuurcentrum dat zelf stevig kleinere producties programmeert in het kasteel. De eerlijkheid gebiedt ons te vermelden dat hierin ook een aantal dagen zitten waarin de parkiet gereserveerd werd en dat in de maand juli Hello Schoten verantwoordelijk is voor een deel van de boekingen. Desalniettemin indrukwekkende cijfers die een stevig gebruik van het kasteel aantonen. Dus wij vragen ons af hoe je al deze activiteiten van de verenigingen, de lezingen, de tentoonstellingen enzovoort in het afgelegde Kelmele Hof kan onderbrengen, of moeten we daar ook afslanken? Vindt het college deze ondersteuning van de verenigingen en het sociocultureel leven, herinner u de warme gemeente, opeens niet meer zo belangrijk? Ik mag hopen dat de garage weer niet aangeduid gaat worden als alternatief voor de tentoonstellingsruimte, zoals op het eind van vorige legislatuur door een voormalig collegelid geopperd werd. Want ja, collega's, dit scenario is natuurlijk niet nieuw. Ook op het eind van vorige legislatuur werd, zonder de vakschepen van cultuur hierin te betrekken, en ik mag hopen dat dit deze keer wel het geval is, een soortgelijk plan aan het MT voorgesteld. SPA heeft dit toen op de politieke agenda geplaatst, aangezien de kiezer het recht had te weten wat het volgende bestuur met het kasteel zou aanvangen. En ik herinner me nog zeer goed, en een aantal collega's waren daar ook present, ik herinner me nog zeer goed het verkiezingsdebat over het toekomstige cultuurbeleid in datzelfde kasteel, in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Waar alleen de CD&V-vertegenwoordiger, mevrouw Dennis, die hier vanavond spijtig genoeg is, het voor mogelijk achtte het kasteel te vervreemden. Dat wil zeggen, niet meer in het beheer te laten van het cultuurcentrum en in concessie te geven van een private ondernemer. De heer Valkeneers, die Open VLD vertegenwoordiger, zei dat dit helemaal niet aan de orde was en dat zij geen vragende partij waren voor dit scenario. N-VA, vertegenwoordigd door de huidige burgemeester De Veuster, deed het hele verhaal zelfs af, en ik citeer woordelijk, als toogpraat. Hoewel hij zelf wel degelijk geïnformeerd was over de toenmalige gesprekken met het managementteam. Over kiezersbedrog gesproken. Ik zou u toch eventjes allemaal willen oproepen om bij de feiten te blijven over dat kasteel. Momenteel loopt er voor de tweede keer een oproep, een zoektocht naar een concessionaris in de kelder. Dat zijn de feiten. De eerste keer hebben we dat gedaan in juni om zo dringend mogelijk een uitbater te vinden voor ons cultureel centrum. Dat is een feit. Hier in deze gemeenteraad. Daar is niemand niet op afgekomen om u te laten zien hoe graag dat dit college en deze meerderheid daar een uitbater in heeft, hebben we vorige gemeenteraad nog eens die concessie open verklaard aan veel minder stringente voorwaarden dan voorheen, juist om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk in dat kasteel een uitbater komt, een uitbater weliswaar van een cultureel centrum, heel duidelijk, hè? Met taken, conciërge taken, en liefst dan al een pintje, een woonverplichting trouwens, vergeet dat niet, en dat je daar liefst al een pintje kan tappen, voor al onze leden van onze verenigingen en ons cultureel leven. Dat zijn de feiten. Punt. Ik weet niet waar dat ergens op een gemeenteraad andere zaken zijn gebeurd, dat er nagedacht wordt.
over heel ons patrimonium, in heel de gemeente. Ja, naar aanloop van 2020 zelfs, het zou ongelooflijk slecht bestuur zijn, moest een college in de huidige situatie met een verouderd patrimonium, dat is ook een feit, niet nadenken over de toekomst. En er zijn pistes, er zijn een hoop pistes, maar daar is nog geen één iets definitief van. Er is daar nog niets over beslist. Het enige feit waar dat wij als gemeenteraad moeten hebben, is dat wij zo dringend mogelijk, liever vandaag dan morgen, een uitbater hebben in ons kasteel, in ons cultureel centrum. Meer kan ik daar niet over zeggen. Ik weet dat er geïnteresseerden zijn. Ik hoop dat ze naar de officiële biedingen komen. Dit is wat wij trachten te doen. Ik weet niet wat er andere mensen trachten te doen, maar als ik soms zie wat voor negatief sfeertje er wordt opgehangen over dat kasteel, soms moet uitkijken wat ik zeg, want ik geloof nog steeds oprecht dat het niet waar is, maar soms denk ik dat mensen juist het tegendeel willen bewijzen. Meer dan negatief sfeertje dat er rond dat kasteel wordt opgehangen, in de hoop dat we toch in een uitbater gaan vinden en dat het een soort self-fulfilling prophecy wordt. Ik hoop dat ik ongelijk heb. Ik hoop, in naam van de Schotenaar, dat ik ongelijk heb. Dat er geen verborgen agenda daar zit. Maar ik wil eruit gaan van uw goedheid en iedereen zeggen waar dat de feiten zijn. Punt. Iedereen was hier toch, hè, in juni. Iedereen was hier toch in september. Iedereen weet nog wat er hier verteld is, wat er hier gezegd is, wat er verschenen is. Wij zoeken een uitbater voor de kelder in het kasteel. Punt. En al de rest is, wat? Is voorlopig niet aan die orde. Want nee, alles wordt onderzocht en ik vind het alleen maar een daad van goed bestuur. Dat in de huidige situatie, in de wetenschap wat er op ons afkomt, in de wetenschap ook naar 2020 een nieuw decreet over cultuuronderwijs. Dat wij dat bekijken en dat wij alle mogelijke pistes gaan aftoetsen. En die worden afgetoetst. En het enige feit dat er uit heel die aftoetsing al is gekomen, is ja, een warme oproep, nogmaals, en ik hoop alsjeblieft, ik weet dat er mensen van de pers aanwezig zijn, schrijf dat op, het gemeentebestuur van Schoten, het college, deze gemeenteraad, zoek zo snel mogelijk een goede uitbater voor het kasteel van Schoten en sculptuurcentrum. Dat zijn de feiten, dat er wordt nagedacht, ja, ik weet dat de schepen van patrimonium intens aan het werken is, zoals dat ook hoort in zijn functie. En meer kan ik er vanavond niet over zeggen, alleen nog hopen, alsjeblieft, een bekwame uitbater voor ons kasteel, zodat dat als cultuurcentrum zijn rol in onze Schotense gemeenschap ten volle kan opnemen. Dat is het. Wat mij betreft. Ja, woord, wederwoord, denk ik wel. Feiten, mooi. Een managementverslag is ook een feit. Hè? Als een college, een lid van het college, op het MT daar verklaringen komt afleggen, dat doet u niet zomaar. Hè? Ik heb nooit in het verleden geweten dat iemand op het MT vanuit zijn buik even wat kon vertellen. Iemand met gezond verstand. En vroeger hadden we een college met allemaal advocaten. Nu hebben we een met allemaal ondernemers. Hè. Een ondernemer bij uitstek moet weten wanneer dat hij in een project stapt. Dat is dat hij een serieuze return on investment heeft en dat hij een langlopend perspectief heeft. Deze concessie heeft dat nooit gegeven. En dat hebben wij ook vanaf dag 1 gezegd. Dat met deze concessievorm je geen enkele serieuze, langdurige kandidaat gaat vinden om dat op een goede manier uit te maten, iets heeft. Toch nog wel eventjes over de feiten die jij zegt. Met alle respect, maar we hebben in die gemeenteraad, als ik het me niet vergis, die van juni, vooral de discussie gehad, een soort semantische discussie over hoeveel een aantal fair trade producten nu juist was. Eén of twee. En daarbij, misschien de terechte opmerking, de periode dat de periode slecht gekozen was om tijdens de zomer een uitbater te vinden. Ik wil dat maar even zeggen, meneer Vermeijer, want ik kan me niet meer goed herinneren of dat nu daar was, maar ik vermoed van niet.
Dus even, voordat u feiten gaat opnoemen, een klein beetje nakijken wat de realiteit is. Dat wil ik u maar zeggen, ik maak er geen pingpongspel van, maar de mensen die hier wel aanwezig waren, die zullen zich daar nog wel herinneren. Dat was de grote discussie tussen mevrouw Van den Bogaert en meneer Boesieke over fair trade producten en over hoeveel het juist een aantal was. 1 of 2. We hebben toen beslist dat dat 2 was, want we zijn een aantal pinten gaan drinken en dat was meer dan 1. Dat was de geest van die vergadering. En wat wel gezegd is door mevrouw Van den Bogaert, eer wie eer toekomt, het is misschien niet de juiste periode om zo iemand te vinden. Maar om nu als feit te komen zeggen over concepten, we wisten het toen al, alsjeblieft, dan gaan we een klein beetje wel over de schrift. Maar ik ga er nu mee stoppen, ik ga een mannetje worden aangevallen als ik zelf laat verdedigen. Zit hier naast mij, ik ben hier zijn en aan beginnen spreken. Ik voel me niet aangevallen door de meeste, maar ik stel voor dat ik misschien eerst even wat Peter Arno heeft, denk ik, in dezelfde, over hetzelfde onderwerp. Ook nog een bijgevoegd puntje, misschien ligt dat in dezelfde lijn, veronderstel van wel. Pardon? Moet ik het even zeggen? Of? Ik denk misschien beter dat we dat nu even. Dus, dan kunnen we dan misschien op de beide samen heel het verhaal opnieuw vertellen. Nee. Ik hoor dat hij inderdaad om nog denkvis te zijn, maar ik zou graag een stand van zaken weten, inderdaad, rond al die dossiers. Omdat daar een heleboel misvattingen zou kunnen tegengaan. Ook dat dat denkbusten zijn, maar in welke mate zijn die geconcretiseerd. Wij zitten met een oud patrimonium, ons kasteel, dat we ook de afgelopen jaren aanzienlijke investeringen hebben gedaan en die dat ook de komende jaren nog op het budget staan. Het Gelmele Hof, waar we over 2 jaar een poging hebben gedaan om daar een herbestemming aan te geven. Een mooi gebouw, een gebouw dat ons dorpszicht mee bepaalt. Het is ook geclasseerd als een dorpszicht, maar een zeer ongelukkig gebouw. Want wat moet je daar in godsnaam mee aanvangen? Wat kun je daar in godsnaam mee doen, behalve zeer belangrijke investeringen? Ik heb die oefening al langer gemaakt en als ik alle vragen bundel, en ik denk dat ik een klein beetje kennis van zaken heb als 25 jaar aannemer te zijn in Schoten. Dan zit ik daar cijfers naast en dan gaat het over miljoenen euro's. En ik zeg, alle vragen die dat ik op tafel krijg, die heb ik gebundeld. Om niet tegen iemand te moeten zeggen, nee, het gaat niet, want het is slechte tijd. We hebben daar geen budget voor. Ik weiger zo te denken en ik probeer constructief na te denken. Dan probeert je dat in een vat te gieten. En er zijn verschillende aspecten. We hebben ons zeer rijke culturele, sociale leven in Schoten, dat ik bij deze ook wil bevestigen. Ik wil dat 100% mee ondersteunen. Wij hebben ons deeltijds kunstonderwijs, onze gemeentelijke academie, de beeldende kunst in de Vormensteinstraat. En we hebben daar een uitdaging die boven ons hoofd hangt in 2020. Dan komt daar ook nog eens dans bij. Kan erbij komen, maar het zit in de pijplijn in ieder geval. Ik denk dat er opportuniteiten zijn om dat in een vat te gieten en veel van onze objectieven te kunnen realiseren. En bovendien betaalbaar. Ik denk dat dat ook de uitdaging is van het bestuur. Het is altijd zo de uitdaging geweest, maar deze periode eens te meer. Zonder verder in detail te gaan. Want veel concreet is er nog niet. Er moeten tegelingen vallen. En inderdaad, er zijn gesprekken geweest. En inderdaad, op 8 augustus is er een MT-vergadering geweest met onze dienstonder. Ik was daar aanwezig met collega Lieve en burgemeester Maarten de Veuster. En daar waren de mensen uit de vrije tijd aanwezig. En daar was de directie van het ABK aanwezig. En daar was ook een afvaardiging bij van Antwerpen. De algemene directeur van Antwerpen was er ook. Wij hebben daar een constructief gesprek gehad en wij hebben daar, of ik heb althans, ideeën op tafel gegooid. Ideeën die dat we vandaag aan het bekijken zijn of dat die realistisch zijn. Niet meer of niet minder. U moet ervan uitgaan dat we die oefening altijd maken, dat we niemand, en ik wil dat hier citeren, u mag mij citeren, ik wil dat hier op papier zetten, dat we niemand op straat zetten. Zelfs niet tijdelijk.
dat we proberen met de middelen die dat we hebben, die dat ter onze beschikking staan, om op zijn minst evenveel cultuur en als het even kan meer cultuur te kunnen aanbieden, evenveel onderwijs en als het even kan meer onderwijs aan te bieden. Laat dat duidelijk zijn. Dat is de insteek van heel die oefening. Ik denk dat daar mogelijkheden zijn. Daar is inderdaad gesprekken nodig, daar is een samenwerking nodig met de geestelijke of de parochiale overheid. Omdat hier aan de overkant een gebouw staat, gigantisch groot, maar totaal onderbezet en onbenut. Als u zegt dat destijds bij de plannen voor een nieuwe kakelaar te renoveren, dat die oefening is gemaakt, ik denk dat we dan ondertussen 20 jaar ouder zijn. Op 20 jaar is er veel water door de vaart gelopen. En kunnen er andere financiële situaties zijn, maar zeker ook andere inzichten. Ik was in ieder geval in die fase, of die periode was ik niet betrokken in dat dossier. Ik denk dat daar mogelijkheden zijn, ondanks dat de eigenaar in al die jaren daar geen investeringen heeft gedaan, maar ik zie dat daar heel veel praktische ruimtes vandaag leeg staan. Ons geel mailen of, als er iemand hier in deze raad mij de suggestie kan doen, wat we met dat Gelmelenhof moeten doen, moeten we de afweging maken om het te verkopen. Kan iemand mij eens zeggen wat dat gebouw waard is, voor welke prijs we dat gebouw zouden al verkopen. Ik ben van het principe, wat dat ook duidelijk zijn, verkopen is van mijn part verarmen, want je kunt maar één keer verkopen. Wat doe je dan met die opbrengst en hoe groot zal die opbrengst dan zijn? Dus als het aan mij ligt, renoveren we in Gelmelenhof en geven we daar een herbestemming aan. Wij hebben, als we dat in een vat gieten, het klinkt ambitieus, het klinkt complex, maar, en dat zijn maar krijtlijnen, wij kunnen naar een campusverhaal gaan, zoals ik in het MT heb gezegd van 8 augustus, een synergie tussen het GMW, het ABK en DANS. Wij kunnen onze kakelaar ontlasten door een nieuw auditorium te bouwen. Niet in competentie met de kakelaar, maar aanvullend. Een kleinschalig auditorium voor bijvoorbeeld schoolvoorstellingen of voor examens van onze studenten op de GHW. Er zijn tal van mogelijkheden. Het is ook absoluut noodzakelijk om die onderzoek te doen, om dat verhaal in een AGB te sturen. AGB, voor de mensen die in de beheerraad zitten of in het directiecomité weten wat dat is, u zat er vorige keer ook bij, weet perfect, daar is een van de essentiële voorwaarden, is een uitlating. Een onroerende verhuring kan geen onderwerp zijn van een AGB. Dat is een oefening die we aan het maken zijn. Het verhaal is zodanig complex dat er vandaag eigenlijk nog niets concreet is om naar een college of naar een raadscommissie te gaan. Ik garandeer u, die oefeningen zijn aan het maken, zijn denkpistes. Toets dat af, informeel bij mensen uit mijn beroepswereld. Maar als dat duidelijker wordt, als dat plan realistisch wordt, als daar besturen en eigenaars in mee zijn, dan gaan wij uiteraard, want er moet een draagvlak zijn. Niet alleen politiek, maar ook sociaal, ook in ons cultureel, door de gebruiker. Maar laat het duidelijk zijn, als bestuur gaan wij er ook vanuit dat we al die stappen zullen ondernemen. We gaan dat niet opleggen, we gaan dat niet op tafel leggen als take it or leave it. Nee, we gaan dat samen doen. Maar ik heb vandaag nog niets concreet om te doen. Maar het is een gigantische uitdaging, het kost veel geld. Er staan sinds deze week, ik denk na de bespreking van maandag, staan er gespreid over enkele jaren bedragen op de meerjarenplanning. Als we niets doen, zijn die bedragen ontoereikend. Ik geloof, collega Valkeniers, 1,3 miljoen per jaar, gespreid over 6 jaar. Dat is verre van genoeg om ons gebouw nog maar in stand te houden. Om terug te komen op het ABK, een afgeslankt ABK, daar zullen we met de directie van Antwerpen en Merksem het over hebben, hoe dat we dat... Ik zeg niet welke kunst of welke opleidingen men in Schoten geeft of niet geeft, dat is mijn taak niet.
Ik maak een vierkante meter oefening die dat ik vandaag zie, die dat in het ABK kan. En ik maak een vierkante meter oefening, hoeveel ruimte, onderwijsruimte, dat, dan heb ik het niet over speelplaatsen, gangen en sanitair, maar ik maak een oefening, hoeveel plaats dat daar staat te wachten en niks staat te doen in forum en annexen en in een heel Millenhof. En als dat dan de kluts is, verontschuldigd mij het woord, de kluts is tussen cultuur of cultureel centrum of onderwijs, een campus vooral, ik denk dat dat dan een mogelijke uitdaging is. Moest het realiseerbaar zijn met de budgetten die ik calculeer, dan denk ik dat wij schotelen de komende 25 jaar op de kaart zetten. Dat kan ik u wel herinneren. Dank u. Even naar een kleine rechtszitting, Luc. We zouden een tegenrekensprek over de raadscommissie waar dat ik aanwezig was, de lieve en alle directies. Dat was geen raadscommissie, dat was wel voor heel alle duidelijkheid. En gesprek en raadscommissie was daarna, dat je niet denkt, we komen al die mensen op een commissie op een MTR. Dit is eigenlijk maar heel duidelijk. Er wordt gedacht wat verstandig is, wat goed is en wat moet. Maar er is nog helemaal niks concreets. En van zodra dat de duiven vallen, of dat er bepaalde duiven vallen, en we kunnen daarmee voort, dan gaan wij u natuurlijk, net zoals we beloofd hebben, aan alle cultuurspelers, gaan we die heel duidelijk op de hoogte houden. Wat kan er? Wat zijn jullie mensen? Wat voor cultuur? Hoe kunnen we de cultuur in onze gemeente vooruit helpen? Wat is er voor jullie nodig? Hoe kunnen we samen, zoals Luc het heeft gezegd, cultuur inschoten, op de kaart zetten voor de volgende 25 jaar? En daar liggen zoveel pistes op tafel, dat we niet zullen weten wat het concrete wordt, ook omdat we het niet allemaal in eigen hand hebben. Ik kan u alleen maar zeggen, wat we nu heel dringend zoeken, nog maar eens, is de uitbater voor de kelder van ons cultuurcentrum is in Kasteel. Dat is het verhaal. Oké, bedankt voor de uitvoerige toelichtingen. Maar welk punt dat staat gehoord? Goed, dan gaan we over tot een volgend toegevoegd punt.